D66-leider Rob Jetten laat zich op deze internationale dag tegen homofobie in een bijzondere video van een kwetsbare kant zien. Dat kan de goedkeuring wegdragen van onder andere Claudia de Breij. Rob Jetten wil met deze video op Twitter duidelijk maken hoeveel homohaat hij zelf regelmatig ontvangt. Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo'n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf, schrijft hij erbij. En de teksten die hij ontvangt, zijn inderdaad niet mals. Rob Jetten, die zich eerder nog uitliet over het amusement op Podrie, kan op de steun rekenen van meerdere bekende en onbekende Nederlanders. Zo vindt onder andere Claudia de Breij het fijn dat er op deze manier aandacht wordt besteed aan deze dag. Ik gun het de haters niet de lesbofobe onzin die ik soms in mijn timeline krijg voor te lezen, maar het is goed dat Rob Jetten het hier zichtbaar maakt. Homo- en transhaat, fobie vind ik onzin, we zijn niet eng, moet bestreden worden. Daar kon Kevin Hart nog wel wat van leren. Rob's collega Lodewijk Asscher steunt hem ook. Weerzinwekkend. Goed dat je dit laat zien, helaas is het nodig. Tegen de alledaagsheid van de haat. Lees hieronder nog meer reacties. Diep respect voor jouw moed, geduld en de aandacht die je geeft aan het opvoeden van mensen online. Ook dit is aandacht voor onderwijs. Gedrag is onderdeel van wat mensen moeten leren, ethisch besef. Wat doet dat met mensen? Dat doe je door dit voor te lezen. Knap, moedig, sterk.